mevrouw Taal en de heer Kwant. En daarnaast de vertegenwoordiger van Streamtech, Jaap de Heer, die samen met Rob den Heijer en onze technische man Phil van der Zalm hebben samengewerkt en waar het project straks zichtbaar van zal worden gemaakt aan onze muurkrant. Onze muurkrant is een activiteit die al sinds december 2006 loopt, naar aanleiding van een krantenartikel waar men verslag deed van het beleid voornemen van wethouder Frits Hufnagel om iets aan ICT te gaan doen bij de bewonersverenigingen. En het bestuur van de BNS in persoon, de heer Den Heijer, die daar als man van de communicatie in participeert, heeft daar toen snel op gereageerd. Wij waren zeer geïnteresseerd. De gemeente heeft daar ook weer heel snel op gereageerd. En eigenlijk is het van toen af aan heel snel gaan lopen. En wij zijn eigenlijk al een jaar al tastend. Beste mensen, welkom. Welkom op deze bijzondere dag. U heeft een stukje historie gezien. Als je geschiedenis met elkaar maakt, dan kun je die geschiedenis met elkaar vanaf het begin opstarten en daar dus een onderdeel van zijn, of je kunt in die geschiedenis instappen. Nou ja, als ik u zo hoor, laat ik dan zeggen dat ik erin ben ingestapt. En dat is ook altijd goed, want gedurende die periode heb ik geprobeerd de stad deelgenoot te maken van ons mediabeleid. Althans, de nota die er ligt. En dat is mijn drive geweest. Wat ik belangrijk vind, is gewoon mensen uit te dagen om met burgerschapsjournalistiek bezig te zijn. En niet zozeer hierin te gaan vertellen waar op dit moment president Bush zich begeeft en hoe onze jongens het in Tarinkot doet en dat soort zaken meer. Dat soort nieuws, soms willen we dat niet eens weten, maar goed, dat krijg je dan ook anderszins tot je. Belangrijk is gewoon, hoe gaat het met deze straat? Hoe gaat het met de wijk? Waar zijn mensen gewoon met hun wijk en met hun straat bezig? En die verbinding, dat moet gewoon wat mij betreft nog nadrukkelijker gemaakt worden de komende periode, omdat ik heilig in één ding geloof. En dat zeg ik al gigantisch veel en al moet ik het 4.534 keer zeggen, ik zal dat blijven doen. De kracht van onze stad, dat zit echt absoluut gewoon hier in de wijken en in de buurten. En we slagen er mondjesmaat in, maar we moeten daar wat meer in slagen om die kracht eruit te halen. En die kracht in al zijn diversiteit te gebruiken om mensen, organisaties, ondernemers, wat die smeer zei, wat meer aan elkaar te verbinden. En ik vind het echt werkelijk fantastisch dat vandaag eigenlijk de eerste uitrol is. Dit is ook niet de laatste, want de bedoeling is om vandaag deze digitale muurkrant te openen. En dan gaan we gewoon als het ware als een golf door die stad heen. En dan proberen we dat in wat mij betreft alle 8 stadsdelen een digitale muurkrant te hebben. Op plekken waar heel veel voetstappen zijn, zodat heel veel mensen kunnen lezen wat u te vertellen heeft. Want daar gaat het om. En op die manier mensen betrokken voelen in hun wijken en buurten. Ik denk, dames en heren, dat de digitale muurkrant een fantastische toekomst heeft in onze stad. En daarom is het mijn eer en genoegen om in ieder geval de digitale muurkrant vandaag te openen. En daarmee u de mogelijkheid te bieden om niet alleen de stad, maar ook vooral uw wijk en uw buurt te vieren. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en met enige trots wil ik op een knopje drukken. Daar gaat ie! Ik vind het wel leuk als er een paar mensen bij komen zeggen. En dan moet ik dus hier. Oké. Nou ja, op school willen ze wel eens tellen, maar goed. 3, 2, 1, daar gaat ie. 1, 2, hop. Kijk, dit is hem. Hij is open!